Voorzitter, zoals ik vorige week al heb gezegd, is het belangrijk dat we het hoofd koel houden en besluiten nemen op basis van feiten, slimme besluiten waarbij de volksgezondheid op nummer 1 staat en daarnaast onze economie zo min mogelijk wordt ontwricht. Dus geen beslissingen in paniek, maar op basis van adviezen van specialisten, artsen, virologen, maar ook wiskundigen en economen. En ik vertrouw erop dat dit kabinet op grond van deze adviezen de juiste proportionele besluiten zal nemen. En ik heb nog wel een suggestie. Misschien is het goed dat we de volgende keer dit debat met één bewindspersoon doen, want het is tenslotte crisis. En ik kan me voorstellen dat 4 van de 5 bewindspersonen wat beters te doen hebben. Voorzitter, informatie is belangrijk. En daarom is het cruciaal om te weten wie er besmet zijn. En waarom wordt er dan niet op grote schaal getest? In Taiwan en Hongkong heeft testen en isoleren tot hele goede resultaten geleid. En waarom kopiëren we deze successen dan uit deze landen niet? Met name de volgende potentiële actie, namelijk het isoleren van ouderen en kwetsbaren, lijkt onontkoombaar. Zodat we iedereen die dat nodig heeft een bed op de intensive care kunnen aanbieden. En graag hoor ik van de minister wanneer hij verwacht dat dit besluit zal worden genomen. Voorzitter, rond het aantal bedden op de intensive care is er ook onduidelijkheid. Als 1% van de Nederlanders op de intensive care eindigt, dan belanden er 170.000 mensen op de intensive care. Met maximaal 2000 bedden, hebben we net gehoord in de technische briefing, lijkt dat een onmogelijke opgave. Zelfs als je dit enigszins uitspreidt in de tijd. Hoe gaat de minister hiermee om? Zelfs in de grafiek tijdens de technische briefing kwam de piek boven de kritische grens uit. Dan de economie. Voorzitter, voor wat betreft de economische gevolgen vind ik het gepresenteerde noodpakket een goed begin om ondernemers te helpen in deze crisis. Complimenten voor de omvang en complimenten voor de snelheid. Het MKB en alle ZZP'ers worden keihard getroffen door de coronacrisis. En na de vorige crisis hebben veel ondernemers geen reserves en gaan ze door deze coronamaatregelen over de kop. ZZP'ers verliezen massaal hun werk en dan is het volstrekt ongepast dat dit wordt afgedaan als een risico waarvoor de ZZP'ers zelf gekozen zouden hebben. Deze uitspraak is niet onhandig, maar misplaatst. En voorzitter, het zou op zijn plaats zijn als hier een welgemeend excuus voor zou komen. De maatregelen die ik zie langskomen zijn goed bedoeld en zoals ik zojuist al zei, het is een goed begin. Maar is te vaak sprake van ambtelijke bureaucratie en ook bij de getroffen maatregelen lijkt dit het geval te zijn. Op het moment dat je je bedrijf failliet ziet gaan door zaken buiten jouw schuld, dan is het wrang dat je ook nog eens aan je accountant moet gaan vragen of hij of zij een verklaring wil opstellen dat jouw liquiditeitsproblemen komen door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Voorzitter, mijn vragen op dit punt. Kunnen we de bureaucratie bij de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen tot een minimum beperken? En ik roep u op om ook de gemeentes en de provincies hiervan te doordringen. En tijdens de persconferentie van gisteren werd meermaals de vraag gesteld of het noodpakket vol te houden is en voor hoe lang. Heeft de minister een uitgewerkt scenario klaar liggen voor het vervolg na de coronacrisis? Namelijk de MKB-crisis die ongetwijfeld gevolgd zal worden door een monetaire en een bankencrisis. Voorzitter, liquiditeit is nu het kernprobleem. Ik ben bijna klaar. Zou het niet een goed idee zijn om voor de rest van het jaar alle hypotheken aflossingsvrij te maken? En waarbij de overheid de banken dan een lening of een garantie geeft om dit op te vangen. Het lijkt mij een goedkope maatregel met een enorm positief effect. Het is een out-of-the-box idee misschien. Ik hoor graag de mening van het kabinet hierover.